Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus, de tekst voor de prediking komt uit 1 Korinthe 11. En dat ziet u ook staan op uw liturgie, 1 Korinthe 11, vers 4. Welk vers is het nou? Vers 26. Het zijn allemaal mooie versen, maar vers 26, dat is hem. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. De allereerste keer dat ik avondmaal vierde is al heel lang geleden. Ik kom niet uit dezelfde kerkelijke achtergrond als u, dus dat werkte een beetje anders. Op mijn 12e werd ik gedoopt en anderhalf, twee jaar later vroeg ik mijn plaats aan, zo heette dat dan. En dan kreeg je bezoek van twee broeders en die gingen kijken of je wel begreep wat het avondmaal inhield. En als zij dan tevreden waren dat je dat wel ongeveer begreep, dan maakte het niet uit hoe jong je was, maar dan mocht je deelnemen aan dat avondmaal. Dat is een soort belijdenis afleggen, maar dan met gerichte vragen over dat avondmaal. Waar staat het brood voor? Waar staat de wijn voor? Waarom hebben we die tekenen gekregen? Enzovoort. Dus de allereerste keer, want ik zag er zeer naar uit, we dronken thuis geen wijn. En ik zag dus vooral uit naar de beker wijn die zou komen. Mijn eerste slok wijn. Dus met 13, 14 zat ik daar met gespannen verwachting in de banken van de vergaderlokaal. Vergadering was dit. Heel lang geleden in Amsterdam-Osdorp. Daar kwam het brood langs en dat was niet weg te krijgen. Kan ik me herinneren, zo'n droog stukje brood. En dan kwam eindelijk die beker langs. En toen ineens drong tot me door wat ik daar deed. Nou moet u maar niet denken dat ik diep onder de indruk was van de geestelijke betekenis daarvan. Want dat is me toch pas later echt duidelijk geworden. Ik was onder de indruk van die grote beker en hoe zwaar die was. En ik was onder de indruk van de mogelijkheid dat ik kon morsen en kliederen. En dat ze zouden zeggen, zie je wel, je bent nog veel te jong. Jij moet maar weer achteraan gaan zitten, je mag niet meer meedoen. Dus ik kreeg die beker in mijn handen en met trillende handen nam ik mijn eerste slok wijn. Verslikte me natuurlijk half. Maar de smaak van die zoete Spaanse wijn en dat ik daar mocht meedoen en dat ik er nu bij hoorde, ja, dat zal ik nooit vergeten. En de zondag daarna, want dat werd wekelijks gevierd, het avondmaal bij de vergadering. Zondag daarna kon ik me al wat meer richten op waar het over ging. Want het gaat ergens over. Het is niet dat stukje brood en die wijn op zich natuurlijk. Het zijn tekenen. Het zijn symbolen van iets heel bijzonders. Van wat er met ons gebeurd is. Wat er met jou en mij gebeurd is. Wat er met de gemeente, met onze gemeenschap gebeurd is. Want het lijkt allemaal zo gewoontjes. Daar zitten we dan in die banken. Sommigen in hun zondagse pak en anderen gewoon, omdat het gezellig is, in de familiesfeer gekleed. Zo kun je het natuurlijk ook doen. Elk beleeft het op zijn eigen manier. Maar er is iets bijzonders aan de hand. We gaan brood breken en we gaan wijn drinken. Dat is niet eens een normale maaltijd. Daar kunnen we niet verzadigd van naar huis gaan. Dat is een beetje een merkwaardige maaltijd. Als er nou iemand hier binnenkomt die nog nooit gehoord heeft van avondmaal vieren, dan zal hij het toch een beetje een raar feestje vinden van ons. Nou zegt Paulus tegen die mensen in Korinthe, die rijke grote gemeente daar, een plaats waar bijna een half miljoen mensen wonen, dus zit er een gemeente. Nou die heeft wel 3000 leden, 2000, 3000 leden. Dus dat is dit gebouw maal 8, denk ik. Passen we er allemaal in. En die vieren dan dat avondmaal. Al die Corinthiërs die kijken af en toe door de deur heen. De rest van het halve miljoen. Van wat doen die lui daar nou? Nou, het is helemaal niks. Ze eten een klein stukje brood. Moet je bij ons komen. In onze kerk eten we lam. En we eten allerlei lekkere vogels. En we eten heerlijk. En we drinken wel 5 glazen wijn. Nee, die gemeente die is heel sober. Die neemt dat ene kleine stukje van dat brood. Of van die matzen. En die neemt een slokje uit die wijn. En dat doen ze heel plechtig en stil. En ze kijken voor zich uit. Waar gaat dat toch over? Paulus zegt tegen die gemeente. Als jullie dat zo doen. Brood en wijn met elkaar delen. Kun je het op twee manieren lezen. Dan moeten jullie daarmee de dood van de Heer verkondigen. Dat moet je doen. Daar gaat het om. Snapt dat nou? Of hij zegt. Dat doen jullie al.
Jullie verkondigen de dood van de Heer al. Ik denk dat dat laatste heel dicht bij de betekenis staat. Dat is toch wel wonderlijk. Stukje brood, slokje wijn, beetje muziek eromheen. En wat houdt dat in? Paulus geeft daar dus die geweldige betekenis aan. Jullie vertellen daarmee aan de hele wereld, aan iedereen die het weten wil. Nou, ze komen niet met dromen binnen. Maar stel je voor, ze staan hier allemaal omheen. En je legt uit wat je doet. Dan verkondig je de dood van de Heer totdat hij komt. Dan zeg je dus tegen die mensen, wij hebben een Heer die gekruisigd is en begraven en opgestaan uit de dood. En dat is onze levende Heer. En die wil ook jullie Heer zijn. Die wil jullie leven net zoals het onze in zijn hand nemen en het wegtrekken uit de macht van de zonde en de dood. En die wil een eeuwige toekomst voor jullie geven. Echt waar, doen jullie dat met een stukje brood, een stukje wijn? Ja, dat doen wij niet, dat doet die Heer. Maar wij verkondigen dat. Wij vertellen dat aan heel de wereld, aan iedereen die het horen wil. Je doet je mond er niet eens bij open. Je staat niet te jubelen, je staat niet op straat te schreeuwen. Dan verkondig je al. Jullie worden allemaal predikers straks. Met een stukje brood en een slok wijn. Want als iemand kijkt van buitenaf en begrijpt wat we doen, dan weet u dus wat in uw hart is. Dan weet u bij wie u horen wil. Dan weet u dat u afstand hebt genomen van de wereld en het leven zoals dat normaal gaat. En dat u zich aangesloten hebt bij die kleine kring, steeds kleiner wordende kring van de leerlingen van Jezus. Die verachte, gekruisigde, rebel van 2000 jaar geleden. U zegt, ik hoor niet bij al die machten en krachten van deze wereld en alles wat zich opblaast en zich hoog verheven boven mij voelt. Ik hoor bij hem. Zoals de catechismus het zegt, ik ben zijn eigendom. Ik hoor bij hem en hij is degene die over mijn leven beschikken mag. Hij is mijn Heer. Dat zeggen we allemaal met een eenvoudig hapje brood en met een glas wijn. Waarom vertelde ik u dat nou, hoe dat bij mij ging, vele jaren geleden, dat er iemand in ons midden is die voor het eerst avondmaal viert. Ik ga niet vertellen wie. Maar die neemt straks een slok wijn en die zal iets proeven, iets ervaren van die allereerste keer van avondmaal vieren. Ik hoop dat het u beter afgaat dan mij, dat u ook iets van de geestelijke betekenis zult meekrijgen. Dat had ik niet. Dat kwam later pas. Maar het is een voorrecht om aan deze tafel te mogen aanzitten. Je bij deze kring van gelovigen te mogen aansluiten. Naar een ander te kijken hier in deze zaal en te zeggen, jij bent mijn broer, je bent mijn zuster. We zitten samen hier aan een familiemaaltijd. We hebben één en dezelfde gastheer die ons allemaal van harte uitnodigt. Die ons werkelijk hier zien wil en wil dat we erbij zijn. En dan wil hij ons iets geven. Tekenen van brood en wijn die staan voor zoveel verschillende zaken, daar kun je eindeloos over praten. Maar in ieder geval wil hij ons een zekerheid geven. Die missen we misschien uit onszelf. Hij wil ons de zekerheid geven dat dat hele evangelie wat we van hem vertellen, week in week uit, dat we lezen misschien elke dag. Dat het hele evangelie niet alleen maar een prachtig verhaal is, maar dat het voor jou speciaal, voor jou in jouw bijzondere leven bedoeld is. Dat jij het je mag toe-eigenen. Zoals je straks dat stukje brood zelf kunt opeten. En die slok wijn zelf drinken kunt. Dat wordt niet voor je gedaan en ver buiten je. Dat doe je zelf. Het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Alles wat we daarover zeggen hier. Dat komt bij jou binnen. Dat hoort in jouw leven een plaats te krijgen. Dat komt in jouw innerlijk binnen en daar mag het je veranderen. Daar mag het iets met je doen. En die zekerheid dat hij er is en dat hij met jou een weg wil gaan in het leven. Dat is waar brood en wijn in ieder geval ook voor staan. Hij wil met je meegaan. Hij wil erbij zijn. Zo dichtbij als straks brood en wijn voor ons zullen komen. Maar Paulus had die andere betekenis vooral in gedachten. Wij verkondigen iets. We zeggen het dus niet luid en we zeggen het niet hardop, maar wij verkondigen iets. Dat brengt wel een verplichting met zich mee. Die verplichting is
Dat ook als het morgen maandag is en de week aanbreekt, dat het geen geïsoleerd moment is, geen losstaande maaltijd, maar dat het ons werkelijk vervult. Dat we door het leven gaan als mensen die inderdaad bij hem horen, bij die Heer horen. En dat je dat aan ons zien kunt, niet alleen bij brood en wijn, maar ook in wat we doen, in wat we zeggen in de loop van de week. Het hoort erbij dat we iets van zijn karakter laten zien. We horen immers bij deze Heer, nou, dat kun je laten zien door zijn karakter aan te nemen. Door vergevingsgezind te zijn. Want hij is vergevingsgezind. Hij keek naar een ander en zag dan niet de fouten die iemand maakte, de zwakheden die iemand had en de zonde waartoe iemand geneigd was. Hij zag die persoon zelf als een hulpeloos mens die zocht naar bevrijding, die kracht ontbrak en die dat zocht. En hij wilde niet bestraffen en afkeuren en verwerpen en afstand nemen, maar hij wilde iemand helpen tot bloei te komen. Om dat leven wat daar ergens verborgen geraakt was, weer net als een vlammetje aan te wakkeren. Zodat iemand weer werkelijk volop tot leven kwam. Dat was zijn wens. Als een ander jou kwetst, is dat dan jouw wens? Dat een ander weer tot bloei komt, dat een ander afstand kan nemen van die zwakte, van die fout, van die zonde. Of wil je hem als ware erin vastpinnen? Wil je hem laten merken, dat kan toch niet wat je doet? En je moet het wel weten dat het niet kan. En ik wil van jou horen dat je er spijt van hebt. En ik wil dat je je leven betert. Dat was niet zijn houding. Vergevingsgezindheid. Liefde. Ook een karaktertrek van deze Heer. Allesomvattende liefde. Voor een vreemde die daar tegenover hem staat, die zijn dialect niet spreekt. Die Samaritaanse vrouw. Die er niet bij hoorde, omdat ze eigenlijk op de verkeerde manier God had aangebeden. Jezus' houding is niet die, zoals van de meeste Joden in die tijd. Jij hoort er niet bij, je doet alles fout, je bent eigenlijk een heiden. Ik mag niet eens met je praten. En notabene ben je ook nog een vrouw. Dus je brengt onreinheid over. Ik moet jou in de verte houden. Met een boog om je heen lopen. En dan heb je ook nog eens een keer allerlei rare dingen gedaan. Want je leeft met een paar mannen door elkaar heen. Je bent niet netjes getrouwd. Dat ook nog. Drie grote redenen. Om met een gigantische boog om die vrouw heen te lopen. Want ze is maar vreemd. Ze praat raar. En ze doet raar. En ze gaat de gang maar. En ze kent God niet echt. Onfatsoenlijke vrouw. Jezus spreekt met haar en zoekt naar wat er binnenin is. Achter en onder. Al die uiterlijke zaken. Hij ziet er een vrouw die hunkert naar liefde. Die hunkert naar geaccepteerd worden. En hij schenkt haar dat. Spreekt haar aan alsof ze een wetgeleerde is die met hem in discussie kan gaan. Spreekt haar aan alsof haar leven hem echt iets zegt. Zo wordt die vrouw helemaal boven haar eigen misère uitgetild. Krijgt ze de kans om haar leven van binnenuit te vernieuwen, een ander mens te worden. Liefde die geen grenzen kent, doet dat. Die houdt niet op met de aanblik van iemand die vreemd en anders is en zich anders gedraagt en misschien in onze ogen onfatsoenlijk is en er niet bij hoort. Die gaat daar doorheen. Zo was zijn liefde. Vergevingsgezindheid, liefde. En dan het derde grote, vertrouwen op God in alle omstandigheden. Als je zelf denkt dat je huis stevig op fundamenten staat en dat geen wind jouw leven, jouw huis kan omverblazen, dan kun je ook denken dat je God niet nodig hebt. Je kunt de schijnzekerheid hebben dat je je leven in je eigen hand hebt. Je hebt alles keurig in je agenda vermeld. En er kan niks tussen beiden komen. En als dat wel gebeurt, heb je plan B of plan C. En dan vang je dat wel weer op. Heb je geen reden om aan God te denken. Die verloren zoon die wegtrok met het vermogen wat hij van zijn vader had gekregen, die was de eerste jaren helemaal niet bezig met de grenzen van zijn kunnen en de grenzen van zijn geld. Die vierde daar feest. Die had het leven toch in eigen hand en alles ging hem naar de wind. Alles ging hem voor de wind. Hij had geen reden om terug te denken aan zijn vaderlijk huis. Totdat die kwade dagen komen, totdat je eigen vermogen ophoudt, totdat je overtuigd raakt van je eigen zwakte. Je hebt het leven niet in de hand.
zijn machten die groter en sterker zijn. Jezus heeft in alle omstandigheden van zijn leven op die God vertrouwd. Als we hem willen beetpakken en van de steilte afwerpen, heeft hij op God vertrouwd en heeft zo tussen ze doorgelopen. Toen ze hem wilden gevangen nemen aan het begin van zijn verblijf in Jeruzalem, heeft hij op God vertrouwd. De tafels van de geldwisselaars omgegooid. Ze hebben hem niet kunnen raken. Hij heeft op God vertrouwd tot het laatste moment, wetende wat er komen ging. Hij heeft zijn leven, zijn hele levensloop in Gods hand gelegd. Dat betekende niet dat alles hem voor de wind ging, dat alles goed ging, maar wel dat hij geborgen was in de liefde van God zijn vader. Dat zijn levensloop precies was zoals God het wilde. Dat God hem vervolgens in de opstanding het bewijs heeft gegeven van die liefde. Door de dood heen heeft God hem de vreugde gegeven dat het werk voltooid was, dat het gedaan was. Dat het reddend werk was geweest, verzoening had gebracht. Is dat niet ook voor ons een voorbeeld? Vertrouwen, niet vertrouwen een beetje op God en een beetje op onszelf. Niet erop vertrouwen dat God ons wel in staat stelt om voor onszelf te zorgen. Maar dat je deze God mag zien als een herder die jouw leven werkelijk in handen heeft. Die jou de plaats aanwijst waar jij tot bloei kunt komen. Die jou het influistert met zijn Heilige Geest hoe jij een ander tot zegen kunt zijn. Die jou troosten wil als alle menselijke woorden verloren zijn gegaan, jou niet meer kunnen bereiken, die jou troosten wil. En als je ziek bent en ziekenhuis in en ziekenhuis uitgaat, of door allerlei kuren heen moet, is een God die jou 's nachts zijn hand oplegt en zegt van vrees niet, ik ben bij je, ik ga met je mee. Als Jezus op God kon vertrouwen met zijn leven, zo vol van gevaren, van nood en uiteindelijk van doodsangst, dan kunnen wij het toch te meer. Dan het laatste. Laatst hebben we gelezen in Johannes 13. Wat deze Heer ons schenken wil. Hij wil ons vergevingsgezind maken. Dat was het eerste. Liefdevol voorbij alle grenzen. Dat was het tweede. Hij wil ons vertrouwen in God zijn Vader schenken. Dat was het derde. Nou het vierde. Hij wil onze voeten wassen. In het leven maken we vuile voeten. Komen op plaatsen waar we niet horen. Kleven dingen aan ons die er niet bij passen. Gedachten en ideeën die ons eigenlijk hinderen, kunnen plagen, die nachtmerries kunnen geven. Vuile voeten. Voeten als beeld van die levenswandel van ons. Er zijn allerlei dingen die er blijven zitten die er niet horen. Waar je alleen maar last van hebt. Die je met je meedraagt. Waar je je geen afstand van kunt nemen. En het neemt je levensvreugde weg. Kent u dat? Dat je 's nachts plotseling denkt aan een fout die je hebt gemaakt. Dat je er wakker van wordt. Dat je denkt, waarom heb ik dat nou gedaan? Vuile voeten. Kent u dat? Dat je iets hebt meegemaakt samen met anderen. En dat je daar niet goed over voelt. Dat was toch niet goed wat we daar samen gedaan of beleefd hebben. Je hebt iets gezien op televisie. Of iets gelezen of iets gehoord van een ander. Heeft iemand geweldig staan vloeken in je omgeving. Je voelt je daar niet lekker bij. Draag het een beetje met je mee. Die herinnering van al die boosheid zit nog in je hersens. Vuile voeten. En dan komt Jezus en die buigt zich naar ons toe. Want hij is de enige die het kan. Die wil dat weghalen. Die wil dat wij rechtop staan en zonder vrees wandelen, lopen. Op de levensweg die God ons heeft gegeven. Heb je schone voeten nodig. Niets wat jou belasten naar beneden drukt en je vreugde wegneemt. En dat wil hij voor ons wegnemen. Ook dat doet hij vandaag. Geestelijk. In geestelijke zin. En dan komt het allerlaatste. Dan geeft hij ons ook nog eens de opdracht om dat bij elkaar te doen. Bij een ander weg te nemen wat iemands vreugde wegneemt. Want er zijn er aardig wat dingen die onze vreugde, onze geestelijke vreugde ook kunnen wegnemen. En er zijn heel veel dingen die die vreugde kunnen oproepen. Je kunt tegen een ander praten over je kwalen en je problemen. Je kunt met een ander praten over de, noem maar wat, de tekst die je hebt gelezen. De tekst in je Bijbelse dagboek. Wat je hart geraakt heeft. Dan bouw je iemand op. Dan bouw je jezelf ook op. Dan kom je een beetje boven dat normale aardse stoffige niveau. Dan worden je voeten gewassen.
Als je met elkaar alleen maar dat deelt, alleen maar die narigheid deelt, dan is het net alsof je stof verspreidt. Natuurlijk mag je elkaars lasten dragen, elkaars zorgen delen. Het moet toch altijd in de richting van die liefde die geen grenzen kent. Van die vergeving die maar door blijft gaan. En van dat vertrouwen op God dat geen einde heeft. Dan bouwen we elkaar op, dan wassen we elkaars voeten. Geven God dat we daarin zijn voorbeeld ook mogen volgen. Weet u, verkondigen van de dood van de Heer, dat is zoveel tegelijkertijd. We doen het zichtbaar met brood en wijn vandaag. Maar we horen het eigenlijk ook morgen te doen. Die dood te verkondigen. Hij ging in de dood voor ons om ons dit leven te schenken. Dat leven waar ik een stukje van geschetst heb daarstraks. Dat mensen die binnenkomen, die er nu niet zijn. Blijkbaar vallen we nog niet zo op. Blijkbaar is dit geen aantrekkelijke plaats om eens te komen kijken. Maar zo zou het eigenlijk moeten zijn. Nieuwsgierigheid bij anderen. Wat doen die mensen toch? Wel nu, zij vergeven elkaar in Gods naam. Ver voorbij wat mensen normaal doen. Ze hebben vreemdelingen en rare mensen lief. Ver voorbij wat je normaal zou verwachten. En ze leggen heel hun leven in de handen van God die ze geschapen heeft. En die ze vertrouwen. En ze wassen elkaars voeten. Ze helpen elkaar om onbevreesd en zonder smet en zonder last door het leven te gaan. Kijk, bij zo'n gemeente die zo de dood van de Heer verkondigt, daar wil je bij zijn. Daar wil je je plaats in vinden. Laten we dan proberen zo'n gemeente te zijn. En met Gods hulp zullen we daarin slagen. Mogen we samen danken. Heere God, geef dat wij vandaag, maar ook in heel ons verdere leven, uw dood mogen verkondigen. Dat we waardig bevonden worden om uw getuige te zijn. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen.